Hallo allemaal, mijn naam is Tom en vandaag het een nieuwe aflevering van de iMine Server. Ik ben hier bij het huis. En waarschijnlijk de laatste keer dat ik hier ben. Voor een uh, lange tijd. Want we gaan vandaag helemaal afmaken. En daarna uh, gaan we terug naar de echte basis van ons. En daar weer uh, verder werken. Um, June heeft hier in de tuin een hele chille fontein gemaakt. Daar heb ik even mee beginnen. Kun je kunt zien, hier is hij. Hij heeft hem hier gebouwd. En. Ik had jullie dus gevraagd een tijd geleden, al twee afleveringen geleden. Hij heeft die dus blijkbaar dingen achterin gelaten. Oké, okay. achtergelaten bedoel ik. Um, of jullie ook een uh, ontwerp zouden insturen. En dan zou ik die dus daar dus plaatsen. Um, ik ga het nog wel doen. Maar er komt dus in ieder geval geen uh, eik meer op. Want June heeft nu zo lang dan hieraan gewerkt. En. Ziet er zo awesome uit. Ik vind het gewoon zonde om af te breken. Dus ik denk dat ik hier gewoon het ei op zet. Hierbovenop. Dat is is uh, niet uh, gecentreerd, maar dat boeit niet. Um, dus ja, de tuin is dan zo. Wat. Uh, Hechtjes, doelhoofjes, Twee fonteintjes. Ik ga deze van jullie nog eventjes maken dan. Twee mooiste. Een waterplas met een. Heet het ook alweer? Een watervalletje. Ik heb al zeg heel veel bloemen geplaatst. Ziet er wel grappig uit, denk ik. En dan hebben we hier dus de echte fontein voor de egg. Maar ja, um, ik ga nu eventjes de twee mooiste designs uh, uitkiezen. En ik ga dan eventjes hier bouwen. En dan uh, tot zo. Oké, okay, het eerste design is van. Oh, Romeo! Oh, Romeo! Hagenaars. <laughs> en. Deze heeft. Westeltje uh, de fontein gemaakt. Ik zal nu eventjes uh, snel gaan bouwen. En hierna maak ik nog eentje. Het hier bij de randen en de side. Hij heeft dit zo gelaten. En het viel me op dat iedereen dezelfde vorm had gehouden. Gewoon deze vorm. Maar het hoeft niet per se. Je kon ook gewoon helemaal vierkant maken. Maar zolang. Uh, de verhoudingen maar. 7 uh, bij. Uh, dat is toch alweer. 7 bij 11 waren. Of, uh, nee, 7 bij 9 waren. Ja. Um, die had dus dit als endsite gedaan. En had de lampen. Had hij hier ergens anders gedaan. Wel nog steeds de vloer van de stone slabs. Maar de lampen had hij dus hier. Even die dingen erbij pakken. Hier. En hier. Slap. Ik terug. Ja, dank u. En hier en daar. Zo, zo. Oké. Okay. En dat dit dan weg. Hier. Stairs. Zo. En dit even weghalen. En dan hier. Ellisite. Ellisite. En bedoel ik. En weer een lantern. En dan zo. 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 En zo. Dan zit hier het water. Uh, poef en die boven nog een uh, zwevend gedeelte. Ik kan die wel eventjes bijmaken. Alleen dat heeft niet echt veel nut, want daar zou dan de de egg op zitten. Dus Even zo. Oh moet jij het andersom? Op de kop. Ja. En zo. En zo. En zo. Dat doen we hier een lantern en dan doen wij nog vier stone slabs en dan ze um, Nee, niet ses fertig zes pret, of. Uh, dat is iets recht. Richtig. Klaar. Oh, fertig is klaar in het Duits. Laat maar. Ehm. Um, en dan doen wij. plonk. En is hij klaar. Dus dat is de fontein van. Uh, oh, Romeo. Romeo. Hagenaars. En dan nu. De volgende. Oké, okay, het volgende design is van Daan P. Zonder een achternaam erbij. Maar ja. Ehm. Um, Even kijken, ja, hij heeft en de andesite En hij heeft zelfs ook granite erbij gedaan En zoals we zien, granite En dan moet de lantern, moet één naar buiten Zo we zien Verkeerd eh, verkeer geplaatst net, dus lantern En lantern Hier, andesite, en De rest weer, of uh, granite, en de rest weer andesite Zo En dan zo Zo En wat meer, oh, nu al op eens even kijken. Heb ik hier nog wat? Ja. Oh, nee. Ik heb hier nog. Mooi. Ik wil net wat maken dan. Um, je kan dit ding ook trouwens maken van cobblestone en kwarts uh, samen doen. Of nee, nee juist andersom. Um, dat witte diorite, als je dat hakt. En je doet een cobblestone bij, dan krijg je. enderite. Uh, dus als je wat een stripmine hebt. En je hebt er heel veel cobblestone uh, van uh, gekregen, en ook heel veel. En je, en je moet gewoon uh, heel veel Andesite uh, uh, krijgen. Nee, opnieuw. Ik, zei, ik, die, ik ga steeds uh, de verkeerde naam zeggen. Bijvoorbeeld, Je hebt in stripmine heel veel cobblestone gekregen. En je hebt ook heel veel diorite gekregen. En je moet andesite hebben. Ga dan niet andesite hakken. Maar hak dan gewoon diorite en voeg dan die cobblestone dan toe. Hoef je uh, twee keer zo weinig te hakken. En het gaat regenen. Dat is heel fijn. Even kijken. Wedder even wat uh, zachter. Oké. Okay ja, Dan hier nog een lamp. En deze één hoger. Zo. 1 twee. De lamp. Kom hier het water. En uh, hij is weer terug. Meneer Jitsen. Zo. Doen we dit zo. Even kijken. Oké. 1, 2. Oh, niet 2 uh, omhoog. Zo is genoeg. Zo'n ding hier. Um, Zo'n ding hier. Hier een. En. Seriously. Dan kom ik één tekort. Dat is gewoon weer zo typerend dit. <laughs> zo. En die plaatsen wij dan hier. Oké, okay, hakken we deze beide weg. Plaatsen hier een ding. En dan komt hier onder het water. En dan is hij af. Want je kunt bij beide ontwerpen zien waar, het, uh, waar de egg had moeten hebben gestaan. Daarbovenop en hier daarbovenop. Maar ja. Um, bedankt voor alle inzettingen. Ik heb een stuk of twintig uh, gekregen. En dit zijn natuurlijk de twee beste. En dan uh, ga ik nu eventjes verder met het bouwen van de inrichting van het stadhuis en zo. Um, ik ga eerst even beginnen met het archief trouwens. Even uh, hier. Uh. Ik heb de muren nu eigenlijk afgekregen. Ik moest wat extra hout nog daarvoor hakken. En ik wil hier wat. Uh, heel simpel wat planken gaan uh, aanleggen. En daarop. Uh, het is nu trouwens allemaal vuurveilig Ik heb het hele dak nu aangelegd Ik had uh, vorige keer alleen maar deze kant gedaan Maar ik heb nu het hele dak Heb ik uh, omhoog uh, gezet Je het even zien Oh, daar is nog een uh, blokje zo te zien uh, Moet ik even een andere keer fixen Maar ik heb nu Het dak was eerst helemaal zo uh, diagonaal Maar nu zit er zo'n zo uh, Ja, een gedeelte daar zo in En nu is het uh, helemaal brandveilig Dat is wel nice Maar ja, um, Het archief ik denk dat ik dan van die planken ga doen. Even kijken. Hier komt een uh, looppad. Dus kan hier wel een plank uh, komen. een torch weghalen. Echt van die... Archiefplanken. Zo'n magazijnachtige uh, uiterlijk moet het hebben. Zo. Oh. Oké. Okay. En dan kan ik wel die daar weghalen. Lijkt mij... Zo, en dan halen we deze even weg. Oké. Okay. En ik komen hier wat chests. Ehm. Um... kijken. Als uh... dus ik gewoon niet altijd vol doe. Gewoon een paar chests. Een beetje random. Um, hier weer eentje. Lekker realistisch. Ik kan ook trap chests gebruiken, maar ik vind het helemaal vol staan een beetje lelijk. Ik vind het wel uh, goed zo. Ehm. Um... Eigenlijk nog een, uh, een planken boven, maar dat kan niet meer zo te zien. Of die weghalen en doe ik dan zo. Dat kan wel. Ik doe dat gewoon. Uh, zo zie je de vloer van de eerste verdieping. Zo, 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 zo. Dit lijkt me wel een uh, beetje archiefachtig. Ja, best wel. Oké, okay, ik heb net eventjes een, uh, een music -disc verzameld. Dit had ik al via een dungeon en ik weet dat vroeger kon je echt alle soorten via dungeons krijgen, maar nu echt maar één soort. Dat is wel jammer. dit ziet er echt awesome uit, uh, behalve die kapotte boom en die kapotte boom daar. Heb ik hemeltje, helemaal helemaal uh, gescheerd. Heb ik eventjes uh, gescheerd. Nou, de bladeren wegknippen. moet ik eventjes op uh, nieuwe planten daar. Maar ja, ehm. Um... Ik ga je natuurlijk even wat uh, muziek maken. Ik heb net even een jukebox gemaakt van een diamond. Lekker zonde, maar. Ik kan er muziek mee maken. Even kijken: Noteblock, jukebox, wat uh, bookshelves en wat uh, dingen bij me. Uh, wat itemframes, want ik wil dus hier de, de prijzen ophangen. Als het ware de overwinningen die we hebben gedaan bij de events, de iMine events. Uh, ik heb trouwens heel erg last van mijn stem nu. Ik had opeens vermogen goed, er is niks aan de hand. Maar ik begin nu een beetje kriebeling te krijgen achter mijn keel. Misschien moet ik niet meer zoveel koude drankjes drinken. Ik ga zo even een bakje nou, thee of koffie voor me zetten. Of even een uh, lekkere kop warme Misschien gaat dat wel beter. Maar ja, um... moet ik even snel laten rusten hierna. Um, ik denk dat ik hier de prijs ga ophangen. Uh, ik begin hier gewoon. En doe ik hier gewoon event 1, The Walls. Nou, ehm. Um... De dragon event, de race op de draak, die was eigenlijk niet echt een event. We dachten dat het een apart event was, maar dat was gewoon een beetje het begin van de server. Maar, die telk als event. Die noem ik als het ware event 0. Alleen dat uh, de prijs daarvan gaat natuurlijk op een speciale plaats. Dat is natuurlijk daar op de fontein van June. En event 2 hadden we dus allemaal genoeg verloren. Eerst deden trouwens een andere survivor komst met een gamespotje. Ik, uh, Martijn en June, want Joost kon er niet bij zijn. Ja, maar daar zit ons team trouwens nu. En Koen is eruit gegaan. Dat dus weet je waarschijnlijk wel. Maar. Um, ja, we hadden toen gewonnen. Ik en Martijn. June ging heel snel dood in een uh, trap. Martijn en ik won uiteindelijk. Alleen die game was niet als Event meegedaan. We hadden dat tijd een beetje overleg. Zo van dat het iets te lang duurde voordat uh, het afgelopen was. Dat potje duurde echt wel uh, 40 minuten. Dus hebben we hebben nog één gedaan. En die won Tim met een majestueuze zegen. Met uh, vier kills in rij. Echt super knap. Was dat van hem, echt super nice. En dat is wel jammer. Maar ja. Uh, voor event 3 natuurlijk, uh, die gaan wij weer winnen. Daar komt hier de prijs voor. En uh, naast uh, event 1, die uh, Joost heel mooi heeft uh, afgemaakt met uh, mijn team. Ik kon er niet bij zijn toen, jammer genoeg. Dus. Uh, Yo. Uh, Jets was net ook online. Ik heb even mijn chat uh, gekleerd. Net. Met F3D doe je dat en nu is ook gekleerd, zie je? Zo nice. Maar ja, um, even wat gaan inrichten nu. Um, ik heb hier alvast iets gedaan. Ik heb hier een pooltafel achter gemaakt. Oh nee, ze is Tom Skip Skipper. Oké, okay, ehm um, Dit is je Gecko Boy Sans -kortje. Oh, ik heb niet boy van gemaakt. Boeien. Ehm um, ik zag dat ik had Reddit had iemand dit gedaan. Ook, kan ook zijn met, uh, dat hij hier hoppers had. Maar ik heb uh, niet uh, te veel. Ik heb uh, geen iron hier bij me. En ik, om, om continu heen en weer te gaan, ben ik een beetje gek van. Als uh, Nether Tunnel nog een keer is, dan doe ik dat wel. Maar ik heb nu gewoon deze dingen gebruikt: de uh, Stone Stairs en uh, wat groen uh, tapijt. Dit dus is was met mijn uh, bankdesign. Ik denk, het ziet er wel geinig uit, dit. Je kan ook een minecart hierin zetten en daarin zitten. Uh, <coughs> pardon? Mijn stem gaat echt naar de kloten, voel ik nu. Dus ik snel de aflevering afmaken, proberen. Terwijl ik nog net begonnen ben. Het <laughs> wordt dan nog grappig. Ik heb hier trouwens de vloer wel wat verhoogd. Want uh, de vloer zou een beetje raarder uitzien als ik het niet zo had gedaan. Um, kan we laten zien. Want hij hoort eigenlijk dan uh, uh, zo te zijn. Alleen dan is de poeltafel zo raar. Dan kijk je er zo tegenaan. En dan heb ik toch, uh, het toch iets verhoogd. Want er moet wel zo zo'n slaapvloer zijn. Want het komt door het plafond. Zie je? En een uh, lege holle ruimte. Uh, of geen plafond erin. Dit, dat wil je niet hebben. Dat ziet er lelijk uit. Maar ja, um, er komt nu nog een betere trap hier. Ik ga met de slimebloks doen. Ik doe gewoon heel simpel daar een, uh, een slimeblok. Daaronder een uh, sticky piston. Een uh, pressure plate met redstone uh, dus. eronder. die loopt zo. Ploep gaat omhoog. En dan moet je gewoon naar voren lopen. En dan uh, kom je hier terecht. En naar beneden dus dat doe je gewoon zo. En dan loop je opzij. Dat laat je gewoon vallen. Dat uh, ga ik denk ik doen. Het is heel uh, gemakkelijk om te maken. Het ziet er niet eens lelijk uit. Het is ook nog snel. En het neemt, het neemt maar echt één blokje ruimte in. Dat is wel nice. Ik kan gewoon één klein gaatje maken. Maar ja, um, ik wil dus hier echt wat boxen neerzetten. voor de decoratie. Um, ik heb geen idee wat er mooier eruit ziet. Um, dit is een paar boxen. Ik kan beter wat stairs of uh, fences maken, dat bedoel ik. Even kijken. Um, Le Crafting Bench. Misschien ook wat hierin zitten. Um, nee. Nee. En nee. Um, welke kleur past hier het beste? Ik zal even kijken. Um, ja, ik denk dat hier het beste dark ook past. Do -do -do. Zo. Oké, okay, hoe maak je die kring ook alweer? Want ze hadden een nieuw recipe gedaan en ik vergeet het er continu. Um, wat meer erbij doen. Voor mij moet je dan zo doen. Ja, echt zo raar is een nieuwe recipe. Echt absurd. Zo. Ik heb een keer berekend. En het kost 11% meer grondstoffen. Dat is wel een beetje raar. En, toen je eigenlijk bedenkt. Dat je. Om twee zulke dingen te maken. Deze, dit, gewoon. Daar vul je twee blokken mee op. Niet eens. Als je naar volume kijkt. Is dat super klein. Misschien een achtste van een blok totaal. Maar toch kost het je vijf... Um, planken, 2,5 plank per fan. Zeg absurd. Ik heb het een keer berekend met volume en zo. En hoe absurd veel het dan uh, kost. Zo. Maar ja, ehm um, een keer opnieuw doen met het uh, recipe erbij. Eh uh, nieuw recipe bedoel ik. Maar ja, ehm... Uh, zo. Als uh, boxjes. En dan hier ergens zo'n DJ-tafel. Dukebox-gedoe. Ik vind de overgang hier lelijk. Ik heb dus hier. Heb ik de, de, deze hoogte gedaan. Kun je zien. Ik heb hier de slaphoogte. Want ik wilde iets uh, gewoon de slaphoogte gebruiken hier. Want dan kon je juist chille meubels maken. En ik heb hier weer juist iets hoger gedaan. Dus ik moet even zien wat ik mee ga doen. Maar ik ga in ieder geval. Um, hier een soort van DJ-tafeltje maken. Um, even een chest ernaast, denk ik. Voor. Uh, Le disks. Ik heb dat archief afgemaakt. Laten we zien nu. Zo. Het archief. Tada. Gewoon random chesten. Is wel nice denk ik. Maar ja. Hier uh, naar boven. Zo, 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 zo. En dan doen we hier de disks in. Nou even eentje afspelen. Met de party hier, dikke vissen. Nou, even weer uit. Zo. En weer in. Vliegen alle kanten op die dingen. Maar ja, uh, even dan dit verhogen. Ik denk dat ik toch gewoon deze hele vloer gewoon verhoog. Dat is dan het beste, lijkt mij. Want ik vind de overgang van laag naar hoog gewoon... Dit ziet er gewoon absurd uit. Dat het opeens hoog is, daar weer laag. Ik heb eventjes wat meer slabs zo maken. Um, even kijken. Wat uh, meer speakers ernaast zetten. Geen idee of dit er mooi uitziet. Moet ik natuurlijk van jullie vragen. Oké, okay, dit ziet er gewoon absurd uit. Dat vind ik nu wel. Maar ik doe het gewoon. Oh, ik val naar beneden. <laughs> zo. Um, ziet er een beetje absurd uit. Maar... Mm, Boeien. Misschien nog even wat lampjes hier. Nou, ehm... En natuurlijk is er geen uh, kamer uh, compleet zonder een paar gezellige boekenkasten. Dat ik boeken lees ofzo. Maar uh, het ziet er gewoon nice uit, denk ik. Ehm... Um, ik wil even wat decoratief dat gaan uh, oplossen. Ik denk, als ik het hier wat uh, plaats... En dit ernaast ziet er wel nice uit. Gok ik. Of wat meer maken met het absurde recipe. Zo. En... 1, 2, 1, 2. Zo. 6 fans is gemaakt van heel veel hout. Oh, ik flikker er vanaf. Soepel. En... Zo. Misschien, uh, mijn hele stem gaat naar de kloten, Niet normaal. Ehm, um, even kijken. Hier kan wel een uh, boekenkast, sowieso. Zo, zo. Ik heb trouwens een programmaatje aanstaan. In het programmaatje Wat Puls. En uh, wat die doet, die meet hoe vaak ik per dag elke toets inklik. En ook elke muis ga doen. Gaat net namelijk een pop-up zo van uh, Puls Succeed. Ik kan even dat ding uh, laden, snel. Even kijken. Het programmaatje start nu op. Jullie zien er helemaal niks ervan, maar ik kan het voorlezen. Ik heb vandaag de W-toets 1999 keer ingedrukt. De A-toets 1848. De D-toets 1915. De spatie 619. En nog allemaal andere gegevens. In totaal. Sinds ik dit ge programma gebruik, is. Even kijken dit is wanneer gebruik ik het programma, -tje? nou, iets dan van een maand of zo. 1.34.676 keer het toetsenbord ingeklikt. En 456.300 keer mijn muis ingeklikt. En ja, dat is veel. En ik heb de toets insert nog nooit ingedrukt. In die hele tijd dat ik het programma gebruik. Um, even kijken. De toets. F8 maar twee keer. F7 maar twee keer. F3 F6 maar drie keer. En andere toets, die ik nog nooit... Oh ja. Um, de rechter control maar twee keer. En... De rest wel vaker. Dus de insert nog nul keer. Dat is apart. Dus hierbij de primeur. En nu is hij één keer. Yay! nou even terug naar het spel. Uh, met het programma heet What Pulse. Oh. Pulse, met een uitroepteken erachter. Is wel grappig. Uh, kun je weten hoe vaak je iets indrukt... Maar ja, um, ik laat het even hierbij. Als je nog ideeën hebt voor de inrichting. Ik maak natuurlijk even deze hele vloer af. Um, dan um, zou ik uh, het uh, veranderen. Maar ik denk dat ik hier niet meer terugkom. Totdat ik het helemaal afgemaakt heb. En dan uh, misschien over een weekje of twee weken kom ik hier terug. En laat ik het helemaal zien dat het helemaal af is. Maar ja, even terug naar de echte basis. Wacht. Helemaal vergeten. Ik had nog wat decoratie meegenomen. Namelijk de... Armor stands. ik geef hier een paar plaatsen voor uh, decoratie. Uh, even kijken. Ik denk dat er een uh, uh, mm, 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 mm. hier wel kan. Oké, okay. doen we deze boy eventjes wat uh, Jamie aan. Vindt hij vast mooi? Uh, zo. Oh, beetje lijkt daar. Hallo spel, doe mee. IB, please FPS. Oké, okay. werk weer. En dan doen wij er hier nog een, denk ik. En waar kan we heen? Ik denk... Oeh, daar heb ik een creeper geworden. Dat is gewoon het vuur. Misschien beneden gewoon in de hal. Dat kan ook. We kijken. Gewoon. Um. Mm. Hier één. Plonk. Plonk. Plonk, plonk. Plonk. En plonk. En dan nu op naar de basis. En we zijn er. Wat een prachtige overgang was dat. Maar ja, we zijn er nu. Um, ik ben echt wel heel niet meer geweest om cam. Um, of cam ook niet uh, heel vaak meer. En ik wil vandaag even je uh, flink aan de slag gaan. Is um, even slapen. Dat lijkt me een heel goed idee. Want ik heb een hekel aan die klootregen. En jullie ook. En. Ja, die chat. Oh, Mark Tim was er net ook. Deze gemerkt. Maar ja. Ehm. Um... Het is dag, De regen is weg. Helemaal mooi. Het is echt een bende. Dat zien jullie nu ook wel. Hè? Um, ik heb daar wat schapen staan. Een beetje willekeurig. Ik heb hier een, uh, een recht gedeelte. Onafgemaakt. Ik heb hier een, uh, een opstijgende landingsbaan. Met een uh, straaljager. Ik heb hier een kip. En ik heb hierachter een heel slecht geterraformed ge uh, bergje. Met heel veel dieren. En ik heb hier een onafgemaakte hanger En ik heb hier een lelijke... Echt afgrijzelijk, lelijke, smederijopstelling, prutgedoe. Ik kan helemaal niks van. En ik heb wat uh, vlaggen. En ik heb hier beneden nog een of andere kamer met wat villagers. Althans, ex-villagers. Of flikkeren jullie. Get lost. Oeh, dat is harder. Een wortel. Oké. Okay. En doei. Oftewel, ik moet hier echt even flikken aan de bak, want er is echt een bende hier. Ik heb... Uh, het, het lijkt nergens naar. Het is gewoon... Um, willekeurige dingen. Gewoon, ik plaats hier iets, daar iets. En dat moet even worden uh, veranderd. Dus ik ga eventjes hier flink aan de bak nu. Ik ga die schapen ergens ondergronds verplaatsen. Ik ga deze landingsbaan helemaal afmaken tot daar. Ik ga die hanger even afmaken. Deze cactussen mogen ook een keer weg. Dan een keer een echte farm voorkomen. En de durf mag ook even weg. Ik ga die hele smederijgedoe daar uh, weghalen. Ik maak er gewoon een kleine chest van waar ik het iron uithaal. En ik maak geen uh, smederijen meer bij. Want dat is een beetje onzinnig. Onnodig en zo. Want het, uh, het komt er nog niet meer van met mijn prachtige. Bouwskills. Kijk, ik, ik kan denk ik redelijk bouwen. Maar. Ehm. Um, zoiets specifieks zoals bijvoorbeeld dat: een. een uh, smederijgedoe. Nee, ik, ik kan het gewoon niet inrichten. Ehm. Um, dus ik moet er eventjes uh, wat anders over zinnen. En ik denk dat het gewoon een simpele chest uh, het beste is. Ik heb hier wat vlaggen staan: de vlag van ons team. En een soort van vlag van mijn basis. Maar dat is een beetje lelijk. Dus ga ik er een uh, nieuwe voor uh, bedenken. Uh, hier zitten twee beacons, trouwens. Ik heb nu. Ik moet even die tweede aanzetten. Hebben we helemaal niet gedaan. Dus even naar beneden gaan: even een eieren ingot pakken. En dan ons laten vallen. en Ik heb hier een soort van tijdelijk ding gemaakt. Dit. Maar ik kan hier ook vallen op het uh, slime blok. Kunt je goed staan. Uh, even kijken. Ja, zo kan dat wel. En plonk. En plonk. Zo. Oké. Okay, um, deze heeft nog niks. Ja. En die geven wij nu mooi speed 2. dan ja, hij is er. Mooi. En ik heb hier dus een. Hoe? Oh, niet hier een flikkeren. Even kijken. Hier heb ik hier uh, iets gemaakt. Shift -en drukken. En dat werkt niet. Dat is het enige jammer. Het werkt echt uh, heel slecht. Ik echt een keer een echte lift uh, maken hier. En niet zoiets als dit. Dit is een elevator. Deze is heel erg uh, onbetrouwbaar. Oh, hij werkt nu in één keer. Ik moet meestal uh, iets van 10 pearls gooien per uh, verdieping. Maar het is nog steeds dan wel sneller dan uh, die trap afgaan daar. BOM! En dan ben ik weer. En dat was voor jullie maar een seconde. En voor mij waren dat twee weken. Want je zag vast op mijn kanaal. Ik heb twee weken niks geüpload. En je vraagt je vast af, Tom. Waarom? In weet ik wel wiens naam heb je dat niet gedaan? Waarom heb je niet geüpload? Waarom heb je niks gezegd? Nou, allereerst als je merkt dat ik niet upload. Um, ik heb een Twitter genaamd twitter.com slash tomscheper. Ik heb daar. Wel meerdere malen gezegd uh, Dat ik dus last had van mijn stem en Dat is ook de reden uh, Ik had dus nogal last van mijn stem en, Maar even terugkomen op dat Twitter gedoe uh, Ik zie vaak mensen in de reacties zeggen Dat je van, ja maar ik heb geen Twitter account Je hebt geen Twitter account nodig om Iemand's Twitter te bekijken, om iemand te volgen wel Maar om te bekijken niet Dan dus zie je en merk je van Ik upload niks, ga even naar mijn Twitter toe En uh, kijk even of ik iets gezegd heb En niet meteen gaan vragen want Ik had, had pas had um, Net gezegd 10 minuten geleden, 10 minuten voordat iemand zei Ik, ik zei gewoon uh, Er komen binnenkort meer video's uh, Mijn stem is niet weer, weer beter geworden En ik kreeg 10 minuten later een beetje tweet Van Tom, waarom upload je niet? Ja, dat zei ik dus nog net Dus kijk alsjeblieft even mijn twitter als eerste Maar ja, um, En tijdens die periode dus Mijn stem was nogal um, ziek, of kapot trouwens Doordat ik, uh, ik heb nogal last van hooi koorts dat, dat is echt gewoon Begin van het seizoen, dus dit is nu ongeveer heb ik daar heel erg last van. Als je een video bekijkt van mij. Ik zal hem even linken in de beschrijving. van een jaar geleden. Ik kan ook zomaar dat gaan vergeten. Want ik onthoud het niet. Ik, ik kan niet zomaar dingen onthouden. Zo van. Hé, hey, wacht. Ik ga het best niet in de beschrijving zetten. Dat vergeet ik vaak. Dat is natuurlijk logisch. Want ik, hoe kan ik er ooit aan gaan denken? Of ik kan nu even snel even opschrijven. Want die video nu snel even gaan opzoeken. Welke video dat was. Dat kan ik wel even snel gaan doen. En dan kan ik er zo even opnoemen. En dan weten jullie welke dat is. In die video. had ik namelijk ook bij het begin van de. Van die video nam ik heel erg last van mijn stem. En dat de video is genaamd. Ho, oh, okay, moet ik even weer F5 hier Pagina 10 van mijn subscription. Of van mijn video's, ja. Later, UB, iets sneller. Ja. De video, hij heet. Um, volgens mij is het. Tom. Ja. Seizoen 3, aflevering 128 van. Tom's Minecraft. Tom, antwoord deel 2. Luister maar. Ik loop wel even terug. Hoor je dat? En in het begin van die video had ook een tekst in het beeld van. Ik ben erg verkouden. Ik was er dus afgelopen twee weken. Oh, ik had gewoon. Mijn stem was nog slechter dan dat. Het was niet, niet zozeer een neusstem. Maar het was gewoon. Dat ik. Als ik even praatte. daarnaast mijn stem. Had ik zo'n stem? En ik wilde gewoon niet. Ik kon gewoon niet opnemen. Want ik kon dan misschien 10 minuten opnemen. En. Ik wil dat ik het opneem, want ik wil gewoon mijn stem sparen voor op school. Heb je veel meer nodig dan uh, in video's. Dus ik dacht, weet je wat, ik neem even pauze. En, what de fuck is dit? Ik laat ze staan, ik vind ze mooi. Um, dus ik heb eventjes een tijdje niks geüpload om mijn stem gewoon een simpelweg te sparen. Maar, um, ik heb wel heel veel gegamed afgelopen tijd. Ik heb daarbij Steam namelijk, in de sales, heb ik heel veel games gekocht. En ik vraag in juni aan jullie van, welke game wil je mij zien spelen? Ik heb gekocht Chivalry. Dark Souls. Ik heb ook nog trouwens Dota, niet gekocht natuurlijk, maar ik speel het wel met vrienden vooral. Maar ik ga, dat ga ik sowieso niet uploaden, want dat is meer een uh... dat dat dat, dat... zo'n game duurt uur, gewoon een uur meestal wel. Um, maar um, opnieuw, Chivalry, Dark Souls 2, Fallout New Vegas, um, Left 4 Dead 2, Napoleon: Total to War, PD de heist of heist, PD 2, Risk of Rain, RoboCraft, Sid Mayers, Civilization 5. Ik wil die echt zo graag gaan let's play, een zo coole game. Uh, Spore, State of Decay, Terraria, Toribush, Bush, Unturned, The Witcher 2. En Xcom Enemy Unknown. Dat zijn de, uh, pardon, dat zijn de games die ik nu heb gekocht. En um, dat zat er te komen. Ik had een kolom net op. Um, dus ik wil één van die games wel gaan uh, let's playen. Of zien twee. Ik wil sowieso Civilization 5 doen. En welke ik daarbij moet doen, dat kun je dan maar zeggen. Even. Uh, ik kan een lijstje in de beschrijving doen van al mijn Steam games. En dan kun je kiezen. Bijvoorbeeld Brothers in Arms en uh, Sniper Elite doen we nu al. En GTA 5 binnenkort ook. Dat over uh, twee maanden komt hij uit voor PC. 27 januari 2015. Eindelijk. Dat wordt echt super Maar ik denk dat de aflevering beëindig beëindigt. Want uh, ik, heb, uh, ik ben een beetje uit de Minecraft modus. Ik heb een tijd niet meer gespeeld. Moet even erin inkomen. Dus volgende keer ga ik even verder met het allemaal, uh, dit uh, afmaken. Ik heb al heel veel klei verzameld. Dus dat is wel nice. Dus mensen bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.